Hey, hallo hallo. Ik doe mee aan 2 swaps. En het leek me wel leuk om jullie mee te nemen met wat ik heb gemaakt en wat ik heb gekocht en dat soort dingen. Ik doe ten eerste mee aan de Veel Goeds swap. Dat is een wat kleinere swap. Daar doen minder mensen aan mee. Ik denk wel best wel weinig. Maar daardoor niet minder leuk natuurlijk. En daarbij is het de bedoeling dat je 3 producten hergebruikt of een upgrade geeft, zeg maar. Dus ik ben naar de kringloopwinkel gegaan. Ik heb daar een aantal super toffe dingen gekocht. En die heb ik een upgrade gegeven. Of ja, sommige dingen vond ik zo mooi. Ik dacht, die moeten gewoon zo blijven. Maar het past heel goed bij de persoon ook die mijn swapmaatje is. Ik heb echt zo'n leuk swapmaatje voor deze swap. Swap. Ik zal je anders eerst wel even laten zien wat ik tot nu toe voor de Veel Goed swap heb gemaakt. En uiteraard doe ik ook weer mee met de Insta swap. Dat is altijd zo leuk om te doen. En die moet al best wel snel op de post. Voor die andere swap heb ik nog een extra week. Maar ja, eigenlijk ben ik daarmee verder. Maar ik zal je eventjes laten zien. Ik zit in de woonkamer. En hier ligt de Veel Goed swap. En dan kan ik je even laten zien hoe ver ik daarmee ben. Hey, het zonnetje schijnt. Ik heb hem opgeborgen hier onder de tafel. Het eerste kringloop item. Ik ben hier echt zo blij mee. En het is dus een oude koffer. Hij kan dicht. Ja, en dit kan dan zo mooi dicht. En ja, dit is echt een oude. Er lagen ook allemaal andere. Die waren 25 en 30 euro. Hier zat geen prijsje op. Dus toen hebben we gevraagd van ja, hoe duur is die? En toen hebben ze hem opnieuw geprijsd. En toen was die dus nog maar 3 euro. Dus even kijken. Ja, ik heb er wat dingetjes in liggen. Het is niet allemaal voor de swap. Ja, ik weet nog niet precies wat erin gaat komen. Maar ik heb al wel dit gemaakt. En dit vind ik heel erg tof. Mijn vader heeft zo'n bordje gemaakt. Dat kon ik hier tussen klemmen. Daar heb ik van die latjes opgeplakt met houtlijm. En hier zitten mini knijpertjes op. En hier heb ik al wat dingetjes opgehangen. En ik kan dit dus helemaal volhangen met allemaal leuke dingetjes. Ik kan bijvoorbeeld het zakje hier hangen. Dan ziet het er allemaal heel leuk uit. Dit heb je misschien ook al wel gezien op mijn Instagram. Wat ik verder nog heb gekocht bij de kringloop is dit. Autolands ganzenbord. Echt super mooi. Ik ben een beetje jaloers. Ik wil hem eigenlijk zelf houden. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat deze persoon er blijer mee gaat zijn dan ik. Hoewel ik ook niet zoveel spelletjes heb. Maar ja, oké. Ik denk dat deze persoon hier heel blij van gaat worden. Dit zijn natuurlijk allemaal gewoon nieuwe dingetjes. En het is ook echt een persoon voor zulke soort briefpapier. Dit heb ik gekregen van een lieve lezer. Ik heb er uiteraard zelf ook nog wat gehouden. Want er zaten meerdere in. En ik denk dat ik er ook eentje voor haar ga schrijven op zo'n brief. Misschien toch een kaartje. Ik weet het nog niet. Maar in elk geval echt super mooi briefpapier. Dat vond ik ook perfect passen hierbij. Deze heb je ook al kunnen zien in de shopblog van mij. Die komt gewoon van de Xenos. En die past ook goed bij haar. Ik heb 2 lijstjes. Nog wat dingetjes hier. En deze pot. Het is een voorraadpot. Maar echt heel mooi met die bloemetjes. Daar ben ik heel blij van. En nog een schaaltje. En een houten kistje. En ja. Al met al heb ik al wel een heleboel leuke dingetjes. En ik vind het zo tof. Het is echt een enorme pakket wordt het. Enorme koffer. Maar ik vind het juist extra leuk. Het wordt een beetje een feestthema. Ik heb hier ook een pot staan. Ik weet nog niet of ik deze erin laat. Maar hier heb ik bijvoorbeeld allemaal
ja, dingen om cadeautjes mee in te pakken zitten. Ganzenbord kun je natuurlijk spelen op een feestje. Dit kun je gebruiken om cadeautjes in te pakken. Ja, dat is een beetje het thema. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Hier ben ik echt wel trots op. Maar ja, ik moet het natuurlijk nog inpakken en klaarmaken en zo. Maar ik heb daarvoor nog meer dan een week. Terwijl het is nu vrijdag en aanstaande maandag moet de andere swap op de post. Moet ik eerst gaan doen. Ik zou die koffer ook bijna zelf houden. Hij staat zo leuk. Sorry voor de herrie. Hij staat zo leuk onder de tafel. Ik heb zo'n simpele IKEA tafel. Maar ja, het staat wel een beetje fancy. Oké, ik heb dus nog een doos met mijn andere swap. Die is hier. Ik hergebruik dozen altijd. Dit is mijn postbusnummer en wanneer ik iets binnenkreeg. En dit is een hele mooie stevige doos. En ja, deze persoon hield een beetje van zwart-wit, pastel, dat soort dingen. Dus ja, daar ben ik ook mee aan de slag gegaan. Deze hiervan twijfelde ik nog of ik die niet bij die andere swap moest doen. Dit zijn echt hele bijzondere lichtjes. Die zou ik zelf ook wel tof vinden. Maar goed, ja. Er zitten allerlei dingen in hier. Dit. En ja, ik moet nog even aan Ming vragen of hij deze voor zijn penselen niet wil hebben. Maar die vind ik ook wel heel leuk om weg te geven. Oh ja, deze heb ik nog. Is natuurlijk super, super hip nu. Dat is ook wel een beetje de stijl van haar. Dit mini cactusje. Een ding om bloemen in te zetten. Hier zitten trouwens allemaal balletjes nog in. Maar ik denk dat ik die in die koffer juist ga doen. Want die, ja, die is met feestthema. En dit is juist, deze persoon houdt juist meer van zwart-wit pastel. Een paar leuke kaartjes. En ik heb ook hier zelf nog kaartjes gemaakt. Verder heb ik hier nog schriftjes, een toffe woonketting en ja, dit is ook in die stijl, die heb ik een keer gekregen, maar ik dacht ja, het past hier heel goed bij. En ja, dit zijn wel hele leuke dingetjes ook. En dit moet dus komend weekend ingepakt en het is een zwart-wit kaartje, dus het leek me leuk om die te gebruiken om aan haar te geven. Dus dit moet nog ingepakt. En ja, ik ga het aan je laten zien als het is ingepakt. Zo, het is nu de dag voordat het verstuurd moet worden. Dus ik ga alles inpakken. Ik heb dit leuke tasje van de Xenos. En een witte cactus van Action. Een houten woonslinger waar je kaartjes aan kan hangen. Van hanger. Mijn swapmaatje heeft aangegeven dat ze houdt van zwart-wit, pastel, hout en groen. Deze had ik al laten zien. Het kaartje. Deze is heel leuk om bloemen in te zetten. Zwart-wit kaartjes. Een notitieboekje. Deze is heel leuk om een plantje in te hangen. Deze, die vond ik ook bij de Action. Echt super tof. Een planner voor de hele week. Deze drie schriftjes die ik een tijdje geleden ook bij de Action kocht. Wel een goed moment om ze nu weg te geven. Dat is echt wel een mooi setje. En ja, dat is een beetje mijn swap. Oh ja, hier, dit doodleblokje. Die zat in de pastelbox van Post en Papier. Maar ik denk dat zij hier blijer mee is. Mooi pastel en ja, leuk. Dus dit wordt hem. En dan heb ik hier alvast wat inpakpapier en spulletjes om het leuk in te pakken. Zo, ik heb de cadeautjes ingepakt. Ik zal even een fotootje maken voor Instagram. Dat is altijd leuk om te laten zien. Maar dit is dus de ingepakte Insta-swap. En die gaat straks in dit doosje. En dan is die klaar. Zo, ik ben weer een stukje verder met de koffer. Ik heb nu het achterwandje heb ik gemaakt. Even kijken. Hier heb ik allemaal verschillende envelopjes. Hier een heleboel verschillende kaartjes. Even kijken. Ja, het is een heel stapeltje. Allemaal in een stijltje dat diegene wel leuk vindt. Hier
nog allemaal dingetjes. Ik heb nog 2 knijpertjes vrij. Die kan diegene zelf gebruiken. Of daar doe ik zelf nog wat mee, weet ik nog niet. En hier supermooi briefpapier. Deze supermooie stickers. Ik had er foto's van gemaakt. Ik moet die nog even terugzoeken, want ik wilde daar een blog over maken. En ja, dit is dus zeg maar de achterwand. Oh, hier trouwens ook nog een kraftpapier cadeau rol, zodat diegene hiermee cadeautjes kan inpakken. En dan de cadeautjes. In dit bakje heb ik nu thee zitten. En ik heb hier nog ganzenbord. Dit. En hier de blik. Het lijkt me super leuk om hier een plant in te zetten. Dat is echt heel cool. En hier liggen dus de rest van de cadeautjes. Hier ligt nog iets bovenop. Maar dit was wel echt heel tof om te maken. Ik ga nu even zorgen dat als ik de koffer dicht doe, dat dit niet dan helemaal zo naar beneden gaat hangen. Dus ik moet dit even met washi tape vastplakken. Dan beschadigt het niet. Maar dan gaat het dus ook niet naar beneden zakken. Dat lijkt me goed. Dus het is echt een beetje een feestkoffer geworden. En hier zitten stempeltjes in. En ik weet niet. Het was de bedoeling om dingen te upgraden. Maar ik vind dit vind ik ook zo mooi. En dan vind ik het zonde om bijvoorbeeld erover te gaan verven of zo. Als het niet helemaal meer in mooi staat. Maar toch, ik vind die dingetjes zo mooi. Dus ik weet nog niet. Misschien dat ik er een label of zo op plak. Dat die er ook weer af kan. Dat kan natuurlijk altijd. Ja, dat is wat ik nu heb. Ja, ik hoop dat ik gauw het kan inpakken. Ik heb nog genoeg tijd hoor. Zo, ik denk dat mijn swap wel zo goed als af is in dit blik. Heb ik een briefje gedaan met een advies wat er met het blikje gedaan kan worden. Het ziet er super leuk uit. Die stickertjes ook. En dit doosje heb ik ook afgemaakt. Hier heb ik opgeschreven stempels. En als je hem openmaakt, dan heb ik hier nog een kaartje gemaakt van over de labels die er ook in zitten. Dat ze er ook nog andere labels op kan plakken als ze er liever iets anders in kan wil doen. Dus dat vond ik wel heel leuk. Dus dat heb ik nog even gedaan. En dan is het denk ik wel een beetje tijd om in te pakken. En ik heb heel veel om in te pakken. Dus ik kan lekker veel inpakpapier opmaken denk ik. Oh, ik weet niet of ik deze al had laten zien. Dit schaaltje. Ik dacht dit is wel leuk om op tafel te zetten met een feestje of zo. Dus dat is hem. Ik moet alles gaan inpakken nu. Ik weet niet hoe goed het erbij past. Sorry, de tv staat aan. Maar ja, ik wil graag dit papier gebruiken, want het is zo leuk. Zo, de cadeautjes zijn allemaal ingepakt. Het lijkt nu echt superveel. Ik moet alleen dit bakje nog even inpakken. Dat is misschien leuker met van de doorzichtige folie. En deze ben ik vergeten in te pakken. Ik moet even kijken welk papier ik nog heb. Het ziet er zo vrolijk uit. Ik weet niet of het er helemaal bij past, maar toch. Je wordt er vrolijk van als je het open doet. Dat is de bedoeling.